concerten in de reeks Grenzenloos. Vanavond een heel speciaal concert. Het is een mix van harmonieuze klanken van onze harmonie, swingende ritmes van de big band en een prachtige vocale omlijsting. Een speciaal woord van welkom aan wethouder Jegers en echtgenoot, wethouder Kompier en partner, onze sponsoren die u al op de schermen hebt kunnen zien, de leden van de Club van 100 en uiteraard u allen. Fijn dat u deze avond met ons wilt eigenlijk de muziek vieren. Vanavond worden wij door het programma geleid door de presentator van vanavond en dat is Casper Thomas. Ik wens u heel veel plezier met Connections. Dames en heren, mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Casper Dollers. Ik woon in Wielree en ben onder andere lid van toneelvereniging Onderhoofds. Het bestuur van de muziek heeft mij gevraagd als iemand van buiten u door het programma te leiden vanavond. Een korte praktische mededeling vooraf. Tijdens het concert is de bar gesloten. In de pauze en na afloop kunt u gebruik maken van de bar in deze zaal en op verzoek van de exploitant niet van de bar in het restaurant, als u daar rekening mee wilt houden. Vanavond gaat u genieten van muziek onder de titel Connections, ofwel in het Nederlands verbindingen, contacten, of in ons eigen dialect connecties. In onze samenleving is het van groot belang dat we verbindend bezig zijn. Anders gaat het woord samen ontbreken in het woord samenleving. Door verbinding aan te gaan met elkaar, maken we het leven mooi. Als we omzien naar elkaar, kunnen we samen verder. Zonder verbinding valt alles uiteen. Maar connecties staat ook gewoon weg voor contacten en relaties. Zonder connecties kom je nergens. Ofwel in het dialect, ohne Schubkach kun je nergens. Ook vanavond zullen we veel verbindingen horen en ontdekken in de prachtige muziek, klassiek en hedendaags. En tussen al die mensen die muziek maken. En een van die mensen waarmee ik een bijzondere connectie heb, is Diane. Al meer dan een kwart eeuw mag ik haar man zijn en staat zij in Vaals bij de Robbedoes voor de klas als juf Diane. En sinds een aantal jaren speelt ze ook mee bij de muziek. Maar u bent niet gekomen voor mijn connecties. Genoeg voorgesteld, we gaan dus luisteren naar muziek. Curtain up, oftewel, we beginnen ons programma met het ophalen van het gordijn, met het overturen van Alfred Reed. En curtain up voor Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 1836 Vaals, onder leiding van dirigent Patrick Sporke. Thank you.
Dames en heren, voor degenen die de landkaart van onze provincie niet zo goed kennen en de verbindingspunten missen, wil ik u graag meenemen naar Beeg. Het gaat niet over Beegden, het gaat niet over Opbeeg, het gaat niet over Buchten, maar het gaat over Grevenbicht. Dat ligt in de gemeente Sittard-Geleen. In dialect gewoon Beeg. Beeg is hetzelfde voor Grevenbicht als Vols voor Vaals. Beeg is een bijzonder en een heel muzikaal dorp met 2300 inwoners. Beeg heeft 2 schutterijen, verschillende zangkoren en 2 harmonieën. En wat voor harmonieën? 2 harmonieorkesten die allebei op het hoogste niveau spelen, met 70 respectievelijk 90 spelende leden. In zo'n dorpsgemeenschap met zoveel muzikale verbindingen is ook Big Band Beeg ontstaan. De Big Band is in 1986 opgericht door enkele Grevenbichtse muzici. En wat aanvankelijk een gelegenheidsorkest was, groeide uit tot een echte formatie van muzikanten die sterk verbonden zijn door hun liefde voor muziek. Inmiddels is de band door prima connecties uitgegroeid tot een regionale big band. Muzikanten uit heel Limburg maken inmiddels hiervan deel uit. Vanavond gaan we de muzikale verbinding met de big band muziek aan, gespeeld door Big Band Beeg. En die verbinding is ook niet uit de lucht komen vallen. De Big Band staat namelijk onder leiding van onze eigen Richard Hidde, trompetist en trompetleraar bij de muziek en dirigent van de Jeugdharmonie Vaals. Big Band Beeg gaat starten met Minuano. We maken meteen dan ook de verbinding met een heel ander muziekgenre. De compositie Minuano is geschreven door de Amerikaanse jazzcomponist Pat Metheny. De titel is het Portugees-Braziliaanse woord voor dat refereert aan de sterke koude wind die Brazilië over Brazilië waait, komen uit Afrika over de Atlantische Oceaan. Laat u meevoeren door deze wind, door Big Band Beeg onder leiding van Richard Hidde met Minuano. Thank you.
Wow, dat waren even hele andere sferen. Dames en heren, we gaan weer overschakelen naar andere sferen, want we gaan over naar Jazz Suite nummer 2, Mars and Walls. Naar deze wervelwind moet u echt weer even omschakelen, zoals ik al zei, naar een andere connection. We vragen veel van u vanavond op muzikaal gebied, maar we maken wel weer, nu gaan we weer connectie maken met onze eigen harmonie. De Jazz Suite nummer 2 werd door Dmitri Shostakovich in 1938 gecombineerd voor de State Jazz Orchestra. Onze harmonie laat een arrangement van dit werk horen van Johan de Meij. De Mars is een frivole, iets wat spottende mars vol humor en doet meer denken aan een circusact dan aan een mars. Na de mars gaan we direct door met de walls. De zogenaamde second walls kennen we allemaal door de hedendaagse vertolking van dit stuk door onze eigen André Rieu. Met zijn muziek weet de hele wereld inmiddels waar Limburg en waar Maastricht ligt. Als u het buitenland moet uitleggen waar u vandaan komt, kunt u gerust die verbinding aan Rieu leggen. Die connectie, die kennen ze wel. Geniet van de vrolijkheid van de mars en de wals van Jazz Suite nummer 2 met onze harmonie sinds Sicilië 1836 faalt. Thank you.
mensen, we gaan verder met het leggen van muzikale verbindingen. U heeft ook genoten van onze harmonie en van Big Band Beeg. De connectie met vocale muziek is niet ver te zoeken. U mag zo meteen gaan genieten van het stemgeluid van mezzo-sopraan Marjolein Heiltjes. Marjolein is al van jongs af aan bezig met zang, dans en toneel. En ze deed uiteindelijk de musicalopleiding bij Music Hall Factory in Tilburg. Momenteel is Marjolein onder andere als freelance zangeres, actrice en presentatrice betrokken bij diverse projecten. En ook is regelmatig op tv te zien en te horen. Ik mag u ook een persoonlijke connectie met Marjolein verklappen. Afgelopen juni mochten Diane en ik onze zilveren bruiloft vieren onder de klanken van Ten Feet Up. En Marjolein is de leadzangeres van deze band. We hadden een prachtig feest en gelukkig hebben veel leden van de muziek stevig met ons meegevierd. Nog dankjewel Marjolein. Ik beloof u dat het voor u vanavond net zo mooi wordt als voor ons in juni. Maar genoeg gepraat, we gaan verder met het programma. En we gaan verder met Colors of the Wind. Colors of the Wind is geschreven door Alan Menken en Stefan Zwart voor de Disney-film Pocahontas. Het lied gaat over de ziel in mensen. In dieren, maar ook in dingen en het respecteren van de natuur, ingegeven vanuit de Amerikaanse native cultuur. Deze popballade is een arrangement van Lars-Erik Boudin en wordt gezongen door Marjolein Heiltjes en gespeeld door Onze Harmonie. And we are
Wade Spender. Mensen die breed hebben, kunnen de breed laten hangen. En die hebben dat vaak aan hun relaties te denken, te danken. We zeggen dan ook wel eens, die heeft ook veel connecties. Of, zoals ik in het begin al aangaf, ohne Schubkach kunnen we nergens. En iemand die breed heeft, zo zei ik het al, kan het breed laten hangen. Dan hebben anderen ook nog wel aan, dan blijven we met elkaar in verbinding. We gaan luisteren naar Big Spender, ofwel iemand die het breed laat hangen. Big Spender is geschreven voor de musical Sweet Charity en die later verfilmd werd. De hitversie werd vertolkt door Shirley Bassey. Dit lied wordt nu gezongen door Marjolein Heijltjes met begeleiding van Big Band B. Stuk voor de pauze. Connections. En dat is het titelstuk van dit concert. Ik heb al aangegeven dat zonder verbinding alles uit elkaar valt. Verbindingen geven houvast en zijn de basis van, voor de liefde tussen mensen. Zonder verbinding kunnen we niets en samen in verbinding kunnen we heel veel. De harmonie en de big band gaan de verbinding met elkaar aan en gaan samen het muziekstuk Connections spelen. En net zoals de gemeente Vaals met haar programma Vaals verbindt, de relatie met alle mensen probeert op te zoeken, doet de harmonie dat nu ook met muziek. De Vlaamse componist en jazzpianist Bart Joris schreef het stuk Connections, zowel voor big band als voor jazzorkest. Het indrukwekkende muziekstuk wordt deze avond, sinds haar ontstaan, voor de derde keer uitgevoerd. Dus het is nog steeds een kleine wereldpremière die u hier beleeft in Vaals. En een internationale doorbraak naar Nederland. Zoals aangegeven is er ook een
connectie tussen de dirigenten van de Big Band Beeg en onze harmonie. Richard Didde zit ook als trompetist in het orkest in Vaals onder leiding van Patrick. En Richard zat zelf als dirigent voor de Big Band Beeg en voor de jeugdharmonie Vaals. Vandaag gaan ze samen ook de verbinding aan. In deel 2 van het muziekstuk dat u zo meteen gaat horen, zullen beide dirigenten ook solo spelen. Patrick Spoorik op trompet en Richard Didde op de bugel. U kunt genieten van deze muzikale connection. Laat u verrassen door dit unieke muziekstuk, uitgevoerd door Big Band Beeg samen met de harmonie. Thank you.
mensen een deur hadden staan en pauze voor hen. Maar, voordat voor in de pauze zijn, en de weet dat natuurlijk allemaal, had voor een traditie. Namelijk, dat voor al vooruitkijken naar niks jaar. Niks jaar 1 en 2 februari, 8 en 9 februari 2025, had voor jaar ons traditionele carnavalsrevue. En zo wie immer, je hebt voor nu de titel van die revue bekend maken. Daar kunt u straks allemaal ja speculeren wat dat nu erop staat. Door verkoop van die revue, daar begint dit jaar al eerder, eind november. Dus houd vooral de regionale media in de gaten, onze socials, en dan zal je er zeker op zich nog een kaart kunnen krijgen. Vooraan te hangen in de eik, daar staat de poster met alle informatie erop, en je zal de poster in allerlei hoedanigheden nog langs je komen. En de titel van de revue 2025 is... Het is... Pot wie denken. We hoffen dus allemaal daar te zien.